Hey Max, heb je eindelijk je gitaarriem gemaakt? Ja, helemaal zelf. Moet je zien. Sock and roll! Sokken strappen stinken! Gast, wat is dat bij de talentenshow gebeurd? Koop een nieuwe riem. Ik kan geen nieuwe kopen, ik ben blut. Maar hey, we gaan deze show rocken, zolang we maar gefocust zijn. Jongens. Shh, we zijn ons aan het focussen. Oh nee! Mijn laptop is weg. Ik kan hem niet vinden. Denk na, waar ben je allemaal geweest? Even denken. Voordat ik hier was, liep ik per ongeluk het jongenstoilet in. Sorry, Gideon. Het is volkomen normaal om daar binnen te huilen tussen de lessen. Ben jij de toilethuiler? Oh, ik weet het. Ik deed net voor de bijeenkomst mijn computer in mijn rugzak. Dan is hij daar misschien gestolen. Ik ken iemand wiens tablet gestolen is bij de sportdag vorige week. Jammer. Ja, nou vreselijk. Nee, zijn naam is Janus Jammer. Kom mee jongens, we gaan oefenen. Wat moet ik hier aan doen? Op die computer staat echt al mijn huiswerk, weet je? Niets ervan is goed, maar het is wel klaar. Jerry, ik vind het zo erg. De Heldenbond maakte mij verantwoordelijk voor Scheldop, maar voorkomen dat mijn vriendin wordt bestolen lukt niet. Ik vang deze crimineel voor je, dat beloof ik. Oh, Max, kunnen we even praten? Phoebe, ik weet wat je wil zeggen, maar nee, ik heb die laptop niet gestolen. Ik wilde alleen vragen of je iets wist. Ik weet dat je hem niet hebt gestolen. Je bent een etter, maar niet harteloos. Wat? Neem dat terug, ik heb geen hart. Wil je misschien een reep kopen om de panda's te redden? Oh, hoe kan ik nou nee zeggen tegen zo'n lief snuitje? Bedankt. Hey, Phoebe, geef toe dat ik geen hart heb. Max, ik zie dat jij en je vrienden meedoen aan de talentenshow. Oh, nee, ze zijn mijn vrienden niet. Ze hebben een goede invloed op je. Ze hebben geen invloed op me. Niet liegen. Zelfs Bradford denkt dat ik een aardige jongen word. Ik moet echt wat schimmige types vinden. Vlug. Jerry's computer. Hallo, schimmige types. Tegen wie praat je dan? Phoebe, waarom besluip je me als een enge engert? Ik kijk uit naar mogelijke bandieten. Oeh, die meiden zien er verdacht uit. Nou, vergeet die meiden maar. Je vroeg of ik iets had gehoord en dat klopt. Het gerucht gaat dat Brian Jones verdacht wordt. Je bedoelt wenkbrauwbos Jones? De enige echte. Ik kom er wel achter wat hij verbergt onder die borstels. Hey, dames. Max Thunderman, ik wilde even kwijt dat ik een fan ben. Eigenlijk doe ik hetzelfde soort werk. En welk werk bedoel je precies? Ah, gewoon dit. Oeh, cool. Suiker! Willen jullie chillen? Je hebt in elk geval talenten. En je bent ook knap, wat leuk is. Ik zit niet eens op deze school. Kom mee. Voor nu mag je met ons hangen. Max! Ah! Waarom besluit iedereen me? Gast, we hebben een verrassing voor je. Jongens, jullie hoeven niks voor me te kopen. Onzin, je bent onze vriend. Beste vriendsen! Oh, geen knuffels. En we zijn geen beste vriendsen, alleen een band. Oudje. Alleen een band? Waar heb je het over, man? We zijn allemaal vrienden. En jij bent begonnen met cadeautjes met je zelfgemaakte plakboeken. Geef terug. Max Thunderman heeft helemaal geen vrienden. En nu heeft hij ook geen band meer. Ik stop. Maar we hebben een talentenshow. Wat was dat nou? Geen idee. Ik ben even naar de wc toe. Dus Max, klaar voor je eerste grote klus? Ik ben hiervoor geboren. Ik ben in de bossen geboren. Phoebe, ik dacht dat je zijn wenkbrauwen zou scheren om te zien wat hij verborgen hield. Heb ik gedaan, maar ze groeien terug in een dag. Cherry, ik vind het zo erg dat ik je laptop nog niet heb. Het is alsof de dief een beschermengel heeft. Maar ik geef niet op, goed? De dief was bij de bijeenkomsten en de sportdag. Dus dan komt hij vast ook hier, vanavond.
Natuurlijk! En dat is de reden waarom we er vanavond vroeg moeten zijn, zodat we hem kunnen pakken. Kom mee. Ik ben benieuwd wie de pop is. Wow! Alleen artiesten, Phoebe. Eigenlijk hopen Jerry en ik nog net mee te kunnen doen met de show. Mij irriteren is helaas geen talent. Gelukkig voor jou hebben we vele talenten. En wij gaan er daar verderop eentje uitzoeken. Wat gaan we nu doen? We moeten een act bedenken. De enige andere weg achter de schermen is door het dakrooster. En alleen een idioot doet dat. Ah! Ik ben een genie. Oké, Max. Je bent al bijna een van ons. Dan ben jij dus de rare. Zie je die band daar staan? Wat we gaan stelen is die popcornkar achter ze. Ik dacht even dat je wilde gaan voor hun apparatuur. Dat is een veel beter idee. Goed idee, rare snuiter. Hun apparatuur stelen is als het afpakken van een mooie auto van een hulpeloze bejaarde. Hoe gaat het met je opa? Hij geniet van zijn OV-kaart. Hey, zijn die gasten niet je vrienden? Nee, ik heb geen idee wie dat zijn. Jongens, jongens, stop! Oké, we zijn overstuur door het verlies van Max. Andere Max. We moeten verder. We vergeten die Max Thunderman. Andere Max Thunderman. We kunnen niks stelen zolang die gast daar nog rondloopt. Gideon heeft veel zwakheden. Jaren 80 hip-hop, meisjes, snackbar samples. Hé, zei je daar nou meisjes? Ja. Laat mij maar. Hoi. Ja. Dames en heren, de betoverend leuke meisjes, oftewel... Bleum. Dat is niet wat we hadden afgesproken. Niettemin, je zult worden verrast. Goochelen? Echt, joh? School of Bradford, kan ik u interesseren in een cherry zweep? Mijn broer was een goochelaar. Ha. Maakte van mijn vriendin zijn vrouw. Dus, tenzij je Valerie uit die hoed kunt halen, hoepel op. Meneer Bradford, wacht! Sorry, Cherry. Eerst laat ik je laptop stelen en nu laat ik je ook nog eens vallen. Ik kan beter stoppen als superheld en me focussen op bleu. Gideon, je bent zo lief en echt grappig. Wat? Gideon is geen van beide dingen. Magie is uit, Cherry. Het redden van de wereld is in. Jullie hebben echt een slechte invloed op me. Ik wil jullie bedanken. Wat is dat? Een nieuwe gitaarriem. Voor Max. Weinig geld, maar niet weinig vrienden. Nerdliefde. Die is voor mij. De hond die ik gestolen heb, heeft een lijn nodig. Geef dat terug. Ik dacht dat het niet je vrienden waren. Nou, toch wel. Vroeger althans. Een meisje volgde me. Ik raakte haar kwijt, maar we moeten hier nu snel weg. Weet je wat? Ik denk het niet. Als je van mijn vrienden wilt stelen, dan moet je door mij heen. Okidokie. Oh. Je zit niet eens op deze school. Waar is Phoebe als ik haar nodig heb? Oh. Max, wat doe jij hier? Waar is die meid die ik volgde? Ze renden net met die andere twee mee met de gestolen spullen. Dus zij zijn de dieven! Wacht, waarom ken je ze? Ben je ze aan het helpen? Ben jij een van hen? Nee, ik weet het niet. Denk het. Max, waarom deed je dit nou? Bij je eigen vrienden? Ik wilde ze stoppen nadat ik ze het idee gaf, ze hier binnen liet, Gideon afleiden en alle spullen inladen. Wat heb ik gedaan?
Je verpesten het, zoals altijd. Blijf uit mijn buurt, zodat ik ze nu eindelijk kan pakken. Nee, wacht. Ik ga met je mee. Zodra ik deze terug in de kom heb. Help, duw even. Dat doe ik dus nooit meer. Ik heb dit onderstreept. Hij heeft dat ook onderstreept. Ik zet een ster naast dit stuk hier. En hij ook. Ja, maar wat is dit? Dat is een vetvlek. Allebei slordige eters? Jullie zijn zielsverwanten. Ja, nou, het maakt toch niet uit. Het is 5 dagen geleden en ik heb hem nog steeds niet gezien. Ik zie hem nooit meer. Hey! Wat als je je superkracht gebruikt om iedereen te bevriezen en dan tussen die ijzige lijven naar hem gaat zoeken? Daarom ben jij dus geen superheld. En je tablet van de Heldenbond dan? Bestaat er niet zoiets als een zoek naar de slechtering app? Ja, dat ding kan iedereen vinden, maar het is alleen voor officiële Heldenbondzaken. Die app heet Zoek de Schurk, niet zoek een leuke knul die wel of niet de ware voor je is. Kijk, als het voorbestemd is, is het voorbestemd. Dus vanmiddag ga ik weer naar de Klotsburger. Ga rustig zitten en wacht tot het lot hem naar me toe brengt. Hey gast, ik heb hier wat lunchjes uit de lerarenkamer. Wil je Bradford's bagelhapje of Signor Noodleman's noodles? Bedankt maat, maar ik heb een speciale lunch met Allison gepland. Ik heb zelfs de kauwgomvrije bank geboekt. Hey, waag het niet om kauwgom te plakken. Hey, hippe vogels en meiden. Hier is je favoriete leraar, meneer Schecter, met wat dikke drama voor je mama. Doek omhoog, mensen. De dramaclub gaat casten voor een toneelstuk. Een kus van mijn engel. Dus als je een ster wilt zijn, de audities zijn morgen. Tot die tijd, blijf Jessie. Wist jij dat Allison op de dramaclub zat? Ik weet nu pas dat we een dramaclub hebben. Ben je bezorgd dat ze de hoofdrol zou krijgen? Ik weet nu pas dat er een hoofdrol te krijgen is. Nou, als haar vriendje zou ik bezorgd zijn. Dat is Nate Lockhart. Hij krijgt altijd de hoofdrol en de hoofdrolspeelster. Ze vallen altijd voor hem, zelfs als ze een vriendje hebben. Ja, yeah. Zorg dat je die gast uit de buurt van je vriendin houdt. Die gast is een slang. Yo, Nate! Hou je van noodles? Wat? Ik heb geen vriendin. Pff. Denk je dat ik me druk maak over een gast in de dramaclub? Allison en ik zijn trouw. Had ze deze week niet al 3 keer de lunch afgezegd? Max, ik moet vandaag de lunch afzeggen. 4 keer deze week? Ik moet oefenen voor mijn auditie. Als ik geluk heb, ben ik Nate's volgende tegenspeelster. Oh, hij gaat toch zo lekker. Sorry, wat? Je weet wel, met zijn schooltoneelcarrière staat hij echt in de spotlights. En ik wil heel graag wat opvangen van die shine. Ik zie je later. Nate staat in lichterlaaien, maar jij zit op de blaren. Dus, Phoebe, heb ik je ooit verteld hoe geweldig jij bent? Haha, Max. Ik weet dat je niet wilt dat Allison de rol krijgt en valt voor Nate. Dus als je wilt dat ik auditie doe, weet je wat je moet doen. Oké. Luister goed allemaal. Phoebe is de beste zus. En jullie hebben allemaal geluk haar als vriend te hebben. Hashtag Team Phoebe. Oké. Ik wilde alleen alsjeblieft horen, maar dat is ook goed. Wauw, als het zo makkelijk was, wat is het addertje? Geen addertje. Ik vind je gewoon leuk met Allison. Ik ben zelfs verbaasd dat het zo lang duurt. Ik bedoel, geschokt. Zij is zo aardig en knap en jij bent zo jij. Oké, ik snap het wel. Max. Ik wou geen lamp op Nate laten vallen. Oh, jij bent het. Max, je had gelijk. Nate zit achter Allison aan. Dat is precies wat ik steeds zeg. Kom, gebruik die ellebogen om de touwen door te snijden. Nee, ik weet een andere manier om het te stoppen. Ze kunnen niet verder met de show zonder hoofdrolspeelster. Goed idee. Dit gaat pijn doen. Oh, wow. Nee, dit ga ik oplossen met acteren. Eeuw. Vertel Allison maar dat ik ziek ben en het stuk is afgeblazen. En je entourage dan? Die heb ik al weggestuurd. Het is niet erg als Allison hierdoor bij je blijft. Ik ga ze missen, maar eerlijk gezegd, waren hun chai latte is puur schuim. Bedankt.
Allison, daar ben je. Slecht nieuws. Het stuk is afgeblazen. Phoebe is ziek en ik ben toch zo bezorgd om haar. Ja, tuurlijk. Toneelknecht. Ik weet wat er aan de hand is. Je probeert al een week te verhinderen dat ik Nate kus. Wat? Is dat dit stuk? Ja, dat is dit stuk. Goed. Ik wilde niet dat je Nate zou kussen en met hem trouwt in de schoolhal. Oké, nu weet je het. Wat? Voor iemand die zo leuk is, klink je nogal als een domoor. Ik vind je echt leuk. En geen stomme kus in het schooltoneelstuk verandert dat. Ik was inderdaad wel een beetje een... Het woord is domoor. Ja, dat. Maar weet je wat dit is? Ik heb nog nooit eerder een relatie gehad. Dit is allemaal nieuw terrein voor me. Nou, wen hem eraan. We zitten aan elkaar vast. Meneer Schechter, ik voel me niet zo goed. Ik weet dat de show moet doorgaan, maar de koorts, oh, de koorts. Dat is niet erg. We stoppen wel. Breek alles af! Nee, het komt goed. Vertrouw me. Het is alleen plankenkoorts. Ugh, posities iedereen. Oordoppen. Max, waarom doe je dat? Ik gaf net mijn beste optreden ooit. Het is oké. Het is goed. Serieus, jij probeerde mij te helpen, dus help ik jou met iets wat jij belangrijk vindt. Entourage! Je gaat de show stelen. Zou je laten? Hij is extra schuimig. Weet ik. Het is zover. Dus dit is Kentucky. Vaarwel, Kentucky. Je blijft altijd in mijn dromen. De lichte dimmessen gaat af. Wat heerlijk dat ze uitleggen wat er allemaal gebeurt. Nu komt de kus. Gaat het wel? Ik ben Max Thunderman. Ik kan dit aan. Maak je me de gelukkigste niet-engel en kus je me. Ja, set uit Kentucky. Ja. Ik loog, ik kan het niet aanzien. Geen zorgen, ik help je. Bedankt. Oh. Het is echt een lange kus. Hey, zal ik vanavond Max en Allison op date sturen? Dan ben ik van haar ook gelijk af. Over haar gesproken, is het glanzender dan eerst? Nieuwe conditioner. Leuk zeg. Maar je plan is waardeloos. Allison en Max zien elkaar niet eens zitten. Maar wat als ik hen gewoon zeg van wel? Nou, dat is dan een leugen. Ik noem het zelf liever creatief koppelen. Allison, hoe gaat die meis? Hoi Phoebe, ik schrijf leuzen voor de model-VN. Vrede, echt niet, blijf van ons grondgebied! Weet je wie ook graag tegen me aanschreeuwt? Mijn broer Max. Oh, ik ken Max. Ik mag die gast niet. Omdat je hem niet echt goed kent. Weet je, hij onderzoekt schone energie zoals hamsterkracht. Ik hou van hamsters. Hij dus ook. Moet je zien. Oh, kijk, dat vind je nou. En ik kan je verklappen dat hij je leuk vindt. Dus, zomaar een vraag. Wil je een date met Hamsterboy? Een avondje uit zou best wel kunnen. Mooi zo. Dus vanavond? Kan niet. Model VN, weet je nog? Heb je die mail niet gehad? Ze hebben het verzet naar morgen. Echt waar? Ja, dus Klasburger 7:30. Doei! Oh, help, daar heb je Sander. Hij gaat me vragen voor het bal, OMG! Hey, Cherry. Mag ik mijn pen terug? Ja, leuk. Zie ik je morgen om 8:00. Neem de mijne maar. Oh, doe ik het alweer? Jij boft mij, jij hoeft niet op zoek naar een date. Weet ik. Ik ben blij dat ik met Link ga. Ook al zijn we formeel geen setje meer, het wordt vast wel leuk. Oh, nou, daar zul je mijn trouwe hond hebben. Hey Link. Perfect. Klinkt goed. Doen we. Hij komt niet. Wat? Hij heeft het te druk in Hongkong en de Heldenbond geeft hem geen verlof.
Hé, hey meiden, hoe gaat het? Ja, leuk! Zie ik je morgen om 8 uur. Wacht eens even. Als geen van ons een date heeft, waarom gaan we dan niet samen? Oeh, een single ladies feest. Oh, ik doe mee. Ik ook. Klaar, single ladies feest. Phoebe, wat is er met je broer? Vraagt hij me voor een bal en dan is hij pleiten. Ik heb zoveel vragen. Wat trekt hij aan? Hoe laat haalt hij me op? Eten we voor, tijdens of na? En wat eten we, Phoebe? Wat eten we? Sorry, het is opeens heel belangrijk voor me. Zal ik vragen of hij belt? Het is van levensbelang. Wow, ik ben een t-shirt. Liefhebber. Waar heb je die vandaan? Van de Thunder Girl fanclub. Heeft Thunder Girl een fanclub? Ze is gewoon de beste superheldin aller tijden. Ach, ja, dat is wel zo. Maar zijn haar handschoentjes niet blauw? Stil! Wat weet jij nou van Thunder Girl? Wie ze is? Wat ze denkt? Van wie ze... Phoebe! Ik heb geen date, single ladies feest! Oké, stop met dansen en zeg me waar Max is. Het bal is vanavond en ik krijg hem al 2 dagen niet te pakken. Ja, sorry Allison, maar ik denk niet dat Max naar het bal gaat. Wat? Er spelen zich hele drama's af bij ons thuis. Maar misschien vind je nog een ander. Hoewel, of dat nog lukt zo laat... Hé! Hey! Eén van jullie gaat met mij naar het bal. Als je interesse hebt, kom dan naar de aula. Oh, kom op meiden. Dit wordt leuk. We weten dat jullie geen date hebben. Hoor eens, jullie zijn leuk. En elk van ons heeft een oogje op één van jullie. Volmaakter wordt het niet. Maar vanavond gaan wij als single ladies. Meiden, meiden, wow. Ze vragen jullie voor het bal en van mij mag je ja zeggen. Sterker nog, Phoebe, we hebben een afspraak. Wat zijn we nou voor vriendinnen als we die niet nakomen? Ja, dan zijn we onverschillige, waardeloze, smerige verraders. Gelukkig zouden wij nooit zoiets flikken. Oh, de bel gaat. Wauw, nu zijn we echt te laat. Wacht, maar wie van jullie valt nou op Gideon? Oh, weet je wat? Begin maar vast zonder mij. Ik moet mijn hamstrings opbreken. Hey Link. Oh, daar ben je. Dit is voor jou. Oh, wat een mooie corsage. Wil je dansen? Wauw, op een bal? Dat is zo voorspelbaar. Hey, zullen we anders samen op de foto gaan? Oké. Ga jij maar vast in de rij staan, dan ga ik mijn hamstrings poederen. En niet stiekem kijken naar mijn hamstrings. Weet je wel waar die zitten? Niet kijken, zei ik.